Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo. Ik ben een journalist gespecialiseerd in popcultuur. Ik ben ook de auteur van het boek Mijn Vriend Spider-Man, Superhelden, Geeks en Fancultuur. En met deze vlog wil ik eigenlijk een nieuwe reeks vlogs beginnen, namelijk Cover Stories, waarbij we gaan kijken naar covers van interessante comics. Vandaag gaan we het hebben over een Spider-Man comic. Mijn favoriete reeks Spider-Man verhalen zijn die geschreven door Roger Stern en getekend door John Romita Jr. Schrijver Stern komt het dichtst bij wat volgens mij de kern is van het personage Spider-Man en zijn alter ego Peter Parker. En daar komen we vast in de toekomst nog vaker over te spreken, over Roger Stern. Maar we gaan het vandaag hebben over de cover. John Romita Jr. stond toen nog aan het begin van zijn glansrijke carrière, maar wat je al heel goed aan zijn tekeningen kunt zien, is dat hij een goed gevoel heeft voor storytelling. Dus hoe je op een visuele wijze een verhaal vertelt. Dat blijkt nog het beste uit de covers die hij toen de tijd maakte, dus die verhalen met Roger Stern. Zoals de cover van Amazing Spider-Man 247 en die heeft weer een coverdatum van december 1983. Dat is dus alweer een tijdje terug. Wat zien we nou eigenlijk? We zien een groepje misdadigers rondom een houten tafel, vermoedelijk in een magazijn of een loods. Achter hen staan namelijk enkele kisten die dit suggereren. Ze kijken allemaal verschrikt op, want een enorme schaduw van Spider-Man valt over de tafel heen. Dat het Spider-Man is, weten we doordat de schaduwfiguur webben onder zijn armen heeft zitten. En alleen Spider-Man heeft ze op die manier. De schurken zijn betrapt terwijl ze hun plannen aan het smeden waren. Dat ze plannen aan het smeden waren, zie je onder andere dat een van hen, die met die snoer, papier heeft. En er liggen nog wat andere dingen op tafel, zeg maar, die daarop wijzen. Hierna zal zeker een gevecht uitbreken, belooft de illustratie. Hoewel we Spider-Man dus niet ten voeten uitzien, overheerst dit personage toch de illustratie. En terecht, want deze comic gaat immers over hem. Het dramatische tafereel in de afbeelding wordt nog eens benadrukt door het kleurgebruik van Bob Sharon. Alles is in tinten geel gehuld, behalve de schaduw van Spider-Man die donkerpaars is. Sharon koos voor paars in plaats van zwart of grijs, omdat dit beter contrasteert met het geel. Het logo van de comic is knalrood. Wat weer mooi opvalt tussen al het geel en het zwart bovenaan de illustratie. Vanwege dezelfde reden is de cornerbox illustratie, waarin we Spider-Man zien, groen gekleurd. Seant detail is wel dat in de Nederlandse editie van Junior Press de cornerbox geel is gekleurd. En daardoor springt hij er veel minder uit eigenlijk in het geheel. Maar kijk nog eens goed naar de schaduw van Spider-Man. Er is namelijk een ding wat daar niet aan klopt. We zien hoe de slagschaduw deels de revolver en de hand van de linkercrimineel verkleurt, maar gek genoeg niet zijn gezicht. Gezien de hoek van hoe de schaduw valt, zou dat gezicht ook paars moeten zijn. Tot slot is er nog een interessant detail wat ik kan noemen over deze illustratie en dat is hoe Romita Jr. spanning brengt in de compositie. Spider-Man's schaduw komt namelijk vanuit de linkerhoek over de tafel, terwijl de tafel een rechthoekige vorm heeft die van linksboven naar rechts onderloopt. De twee vormen kruisen elkaar dus. Het zijn eigenlijk twee diagonale lijnen, als je het heel erg abstract bekijkt, die elkaar kruisen. Onderaan de tafel, dus ook onderaan de illustratie, staat nog een boosdoener met zijn rug naar ons toe. Zijn houding lijkt wel wat op die van Spider-Man, maar omdat hij een gebalde vuist heeft en Spider-Man zijn linkerhand open, weten we dat de schaduw niet aan deze figuur toebehoort. Ook kijken de meeste schurken richting Spider-Man en daarom kijken ze ook direct de lezer aan. Hun agressieve blikken op ons trekken de kijker als het ware de tekening in. Er gebeurt dus heel veel in een cover illustratie als je er goed naar kijkt. En in deze reeks vlogs Cover Stories wil ik meer dat soort dingen gaan bekijken en analyseren. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En ik zou zeggen op naar de volgende.